Ja, en bij mij in de studio Jenne de Potter van CD&V. De Europese Commissie wil het budget optrekken tot 30 miljard euro. Dat is een verdubbeling en die beslissing valt in april 2019. En dat betekent, of dat zou kunnen betekenen, dat Vlaanderen 30.000 Erasmus-deelnemers kan wegsturen naar het buitenland. Is dat haalbaar? Want dat is wel een grote ambitie, hè? Het is een zeer grote ambitie, zowel een grote ambitie van de Europese Commissie, maar ook van de Vlaamse onderwijsministers en van de Vlaamse regering. De Europese Commissie wil meer inzetten op internationale studentenmobiliteit, omdat dat duidelijk een aantal voordelen heeft. En sinds begin dit jaar is er al sprake van een verhoging van het budget op Europees niveau. En vorige maand hebben de Europese ministers toch de intentie geuit om het budget op te trekken naar 30 miljard euro. Daar zal uiteraard nog wel een gans traject aan moeten volgen. De beslissing zal in principe vallen april 2019. Door de staats- en regeringsleiders zullen daarover beslissen. Maar ik denk dat er wel een groot enthousiasme is. Ook commissievoorzitter Juncker heeft toch wel dat Erasmus-programma altijd gepromoot. En wil daar toch wel de nodige middelen voor vrijmaken. Ja, groot enthousiasme zegt u. Ook voordelen zijn eraan verbonden. Wat zijn die voordelen? Wel, het is duidelijk, mensen die naar het buitenland gaan studeren, jonge Vlamingen die naar het buitenland gaan studeren, die kunnen toch wel iets extra op hun cv zetten, dat ze in het buitenland een diploma hebben gehad, dat ze buitenlandse ervaring hebben opgedaan. Maar het is uiteraard ook logisch dat men op die manier ook een buitenlandse cultuur leert kennen, dat men zich leert omgaan met anderstaligen, dat men ook zijn talen beter leert beheersen. Dus ik denk dat daar grote voordelen aan verbonden zijn om ook in het buitenland ervaring te gaan opdoen. En we zien dat het Erasmus-programma toch wel een succes heeft in Vlaanderen. Als we zien dat in 2016 er 9.500 ongeveer studenten waren, dat we nu meer dan bijna 12.000 Vlamingen hebben die in het buitenland gaan studeren, dan zien we dat daar wel een stijging is en dat het wel gesmaakt wordt. Ja, maar hoe komen we dan aan die verdriedubbeling, aan die verdrievoudiging? Is dat dan voor wie kan allemaal deelnemen? Wel, de Europese Commissie heeft ook een aantal andere doelgroepen gedefinieerd waar men nog meer specifiek wil op gaan inzetten. Nu zijn het vooral hogeschoolstudenten die op Erasmus gaan, maar men wil ook mensen uit het technisch en het beroepsonderwijs gaan stimuleren om naar het buitenland te gaan. Ook kijkt men om mensen uit het secundair onderwijs naar het buitenland te gaan laten studeren. Wil men ook iets doen voor mensen die het met kansen, uit kansengroepen, wil men daar ook middelen voor vrijmaken, zodat ook zij naar het buitenland kunnen gaan studeren. Dus ik denk dat er wel potentieel is in dat programma. Uiteraard zal alles staan en vallen met de nodige financiële middelen. En het zou absoluut een goede zaak zijn mocht die verhoging van dat budget er wel komen. Ja, 30.000 Erasmus-deelnemers, dat zou mooi zijn. Maar opmerkelijk, verhoudingsgewijs zijn er wel veel meer Vlamingen die naar het buitenland gaan dan mensen uit het buitenland die naar Vlaanderen komen. Van waar dat verschil? Wel, het is duidelijk dat de Vlaamse hogescholen en universiteiten toch wel dat Erasmus-programma actief stimuleren en de studenten motiveren en in de watten leggen om toch naar het buitenland te gaan. En het is nog niet zo dat de studenten uit het buitenland allemaal naar Vlaanderen willen komen. Er zijn wel programma's. Study in Flanders bijvoorbeeld is een programma waarbij men vanuit Vlaanderen een oproep doet naar buitenlandse studenten om ook in Vlaanderen te komen studeren, want ons onderwijs is uiteraard van uitstekend niveau. Dus, maar op dit moment zien we dat er nog een klein beetje een wanverhouding is tussen uitstroom en instroom, maar financieel gezien is dat voor Vlaanderen wel een goede zaak. Ja, maar dat verschil kan waarschijnlijk weggewerkt worden als de beslissing valt van de Europese Commissie. Dat zou inderdaad een goede zaak kunnen zijn. Oké. Okay. Jenne de Potter van CD&V, hartelijk dank voor dit interview. Graag gedaan. Dank u wel. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.